Maar goed, van de allergrootste zware criminelen naar de allerkleinste en schattigste hackers. De hackers die ons willen helpen. Maar goed, ik had de allergrootste boef eruit gelicht. Goed, nou wie ben ik? Ik heb de afgelopen 2 jaar in een clubblad mogen volpennen met Google. Het is eigenlijk vrij gezond geworden. Dus iedere aflevering een ethische hack. En dus iemand vindt een lek, bijvoorbeeld voor het tegenwoordig, ik zie dat ik hier geen app dat een winkeltek kan doen. Eerst was het Lego-steentje, zo Pieter Vastboom, die liet zien dat ik een cross-staat sputting doen bij Marktplaats. Nou, ik kreeg in eerste instantie kreeg een leuke witte hoed. Ik heb 2 gevonden, vervolgens staat ik ook nog een baan. Nou, kijk, dat zijn de leuke verhalen. Minder leuke verhalen bij. Bijvoorbeeld ex-familie Rol, die jongen die had op de universiteit gehackt. 18 dagen in de bak gezeten, maar tijdens de CNN-conferentie ging hij dat bekend tegenover de Chief Information Officer van de Rijksuniversiteit. En eigenlijk laatste kwam erin, zeg ik bijvoorbeeld van trots op onze digitale polderoplossing. Want ik denk dat het responsible is Crozier, daar hebben we het hier over, dat het werkt. Maar goed, een optimistisch mens. Van die columns was voor mij ook een manier om een bewoning op te gooien. Ja, of een val zou ik staan. Dan gaf ik een mooie ritme aan mijn onderzoek. Steeds 1 hek. Hoe dat gegaan is in de media, hoe mensen hebben gereageerd. Ik kreeg informatie terug, nieuwe contacten. En vervolgens ben ik dit boek gaan schrijven. Meer over gedaan. Hartstikke leuk. Ik spreek mensen die iets vinden. Ik mensen die iets overkomen. Dus een wisselijk aan. En in mei kwam dat, of in maart kwam dat uit. Er werd gelukkig door de pers positief over geschreven. Dus Telegraaf, enkel voor de kip, hartstikke mooi stuk. Financieel Dagblad, avonturen die zijn met ethische hackers. En dit vond ik nog een hele mooie. Beide hackers, harder nodig dan zij ons. Nou, die worden dit wel een dikke gegeven. Het staat ook een foto op dit moment staan van Tobias Goedman. Die portretteert ook die hackers, dus van laten zien van ja, dit zijn ze nou. Mensen. Je kent hem, hè? Weet je, die heeft trouwens een boek. Het verschil is 2 maanden uit. Ja, ik zie wat vingers. Ja, oké. Okay. Nou, mensen die naast jullie zitten, die kunnen vragen. Vind je het wel? Ik zeg nog wacht, dit moet ik gewoon eerlijk zeggen hoor. Oké. Okay. Goed. Het wordt echt een maand. Ik heb één vandaag. Maar ook op televisie. Want die vond het leuk om na te gaan besteden. Maar heel veel mensen zijn bang. Een debat met aan de ene kant de ethische hackers, aan de andere kant de overheid, die willen het bedrijf en dan moet oplossen. Moet je herkent die zo ook wel. Fitness, briljante gast, heeft 4000 responsible disclosures op zijn naam staan. 4000. De afgelopen 16 jaar heeft hij nog 4000 uur gewerkt in zijn vrije tijd om mensen te melden. Jongens, je hebt iets online staan, hartstikke leuk, doe er wat aan. Nog nooit gewonnen met gehad, nog nooit meer in de media gekomen. Zero X doet het volgende. Nou, voor Terra kent u waarschijnlijk, dat is de grootste knuffelhacker van allemaal. Een groot woord voor responsible disclosure. Relatief nieuwkomer, Rick van Geven, Michel van Geven, ook al Rick Geeks, 15 jaar, maar toch ook 137 responsible disclosures op de naam staan. Chef van de VNBO, maar krijgt nu een speciale opleiding en volgt de penlist. Nou, dat soort mensen daar heb ik dus onderzoek naar gedaan. En het boek is veel meer dan alleen columns. Het zijn veel meer zaken. Ook de chipkaart zit erbij. Gedonden met SCADA-systemen. Daar weet je ook allemaal over. Dus gewoon online kijken. Coördinatie. Allerlei kamerdebatten geanalyseerd. Veel rechtbankverslagen onderzocht. En één krol zit er ook bij. Dat is een van de vier feiten en diagnostiek voor u. En natuurlijk het Roemhart-ziekenhuis. Want vanavond hebben we allemaal een grote hek. Die we bespreken om daar per leerling en te maken naar te kijken. Ik pik deze uit. Die nu komt verschijnen. Dat was ook een heftig verhaal. Het was in 2012, dus ik zeg er nog over. Maar de uitspraak van de rechter over deze zaak was dus 18 december 2014. En juist die uitspraak is heel bepalend voor we nu aankijken tegen de responsible disclosure. Hoe gaat het verhaal? Dit is Monique Verkeer. Is voorzitter van de Raad van Bestuur van het Roemhart-ziekenhuis. 7 oktober 2012, op een zondagochtend, zit ze in België, terrasje van de gemeente Kerk, van Hans Baar. Ze had het financiële in
ICT bij het ziekenhuis. En ik kom ogenblikkelijk naar het ziekenhuis toe, want zij gehackt. En Brille binnen gaat erop checken. Dus ik stel dat het deur bij het ziekenhuis en het zonder meteen helemaal ziek is. Dus ze zit in de auto, haar vriendin rijdt, begint door te bellen. Heel veel tips samenstellen. Toeval wilde, ze had een metafoor dat ze een kiesoefening had. Dat is eigenlijk zo'n prijsvoudig, maar dit vond ik nog niet goed gepast. Ze had een soort van ramp in de buurt, ook slachtoffers, media zat er bovenop, zaten in de bestuurskamer, allerlei plannen rollen over elkaar heen. Probeer het uit, veel snelletje. Nou, dan ben je goed opstoken. Dus met dat gevoel onderwerp kwam het team heel snel naar elkaar. Afdeling communicatie zei ook even ook van, wij gaan het oplossen, gaan we niet meteen nou eens kijken. Dus die ook van, nee, ik krijg een nieuwtje bij. Want als zij naar buiten komen, dan heb ik een nieuws uitgekomen. Dus die zei, oké, we krijgen hier de tijd. Nou, ga ik publiceren. Nou, dus je voorstel dat dan toch in de bestuurskamer die naar buiten komen. Niet probeer een beetje de mond aan elkaar te houden. Voorzitter ging naar buiten op woord. Eerst maar even die tekst. Jongens, wat is hier aan de hand? Nou ja, een van die tekst zei, ik heb een week geleden nog een melding van jullie. De Fox IT hebben hier lopen. De boel is helemaal verouderd. We hadden een legacy-systeem die is geïnstalleerd. En ja, dat was inderdaad een e-bike geweest. Maar ja, het is gewoon niet echt aan het doorgekomen. Shit. Nou, de regels is het. Ze wisten al dat het systeem een beetje verouderd was. Ze hadden een chief of mensen security officers aangenomen en allemaal te hebben. Maar ja, bestuur, dat is een hele beleving. Ja, nu moesten ze wel. Wat is er gebeurd? Nou, volgens IT was er nog vijf aan de slag. En dat was monitor lopen. En toen ging ze even kijken, wat was er gebeurd? Nou, er was behoorlijk wat data verdwenen. Allerlei patiënten, dossiers, servers waren gehackt. Alles wat aan elkaar verbonden met één wachtwoord. Wat zijn er kwijtgeraakt? Ja, ongeveer 7,5 gigabyte aan data. Shit. Okay. Nou ja, dat constateren. We gooien het ziekenhuis gewoon dicht. We sluiten alles af van het internet. En dat kunt u misschien voorstellen, als een als die processen in zo'n ziekenhuis moeten doorlopen. En een arts moet gewoon weer teruggefoto's kunnen hebben. Welke locatie wordt dan misschien? Het hele proces komt gewoon plat te liggen. Ja, de lak is plat. En op dat moment verschijnt in de media. Dit is het Koenhaardziekenhuis met medische dossiers. Tientallen medische dossiers en de gegevens van 100.000 patiënten van het Koenhaardziekenhuis. Gouda zijn jarenlang in het internet gebruikelijk geweest voor de nauwelijks bedrijf van Utrecht. Dat betekent een hacking geopereerd onder de naam Bonny van het Nederlandse genootschap van Dekkende Huiskamer. Ja. Die punten wel dit voor haar. Het gaat om gevoelige gegevens die al jaren op de computer blijken te staan. Tientallen dossiers, nou dat gaat maar door. Medicatielijsten, receptendiagnoses, scans, weet je wat allemaal, laboratorium uitslagen. Wat is hier gebeurd? Nou, Bonnie, heet het niet meer, Bonnie natuurlijk, heet Jordi. Jordi is jong, 26, want ik ben nu kreeg van IJssel. En was in die tijd ook patiënt bij de markt. Ze was in de media, inspectie voor gezondheidszorg, heeft ze al zo'n team getikt. En dat kon ik wel kijken hoe het ervoor staat. Een ethische hacker, vaak in die ontdekt, ook een keer een beetje doorgegeven. Oké, avond, ik ga eens even een beetje rondneus. Nessus, dat ken je waarschijnlijk wel. Hartstikke mooi programma, kijken of het netwerk een beetje orde is. We hacken het terug, hartstikke handig om het netwerk van anderen te analyseren, of ze het wel orde hebben. En jawel, wat bleek, een FTP-server, de HP Data Protector. Nou, dat kennen we allemaal, waarvan? De HP, nee, ja, inderdaad, nou, is dat nog netjes online. De Common Vulnerability Exposure, zo die je kan hacken. Nou, buffer overflow. Normaal was het ongeveer 5 minuten, maar leek het niet uit te leggen dat het wel niet aan het is. Nou, dat scheelt weer 5 minuten, die weten er al wat. En dit is de buffer overflow, de HP Data Protector, en kom erin. Een beetje rondkijken in de directory. Ja, nu moet je een paar standjes. En de volgende dag ging ze kijken, dat heb ik gevangen. Nou, waar de diepstand, 1 CSV-bestand, hij zet het onder in Excel. Kijk eens, oh, je hebt een naam, adres, openbaar. Leeftijd, 500.000 contactgegevens. Dat is wel een vette vangst, ja. Nou, er zijn andere sites over TIF-bestanden, waar eigenlijk goed ingescande medische dossiers. Hij wist genoeg, ik kan erin. Hiermee kun je dus eigenlijk alle patiëntgegevens van de ziekenhuis houden. Hij stuurt een screenshot van Bella Pinter, dus het gemak nog even wachtwoord erbij. Goed, ja.
stukje schrijven. Jordi kijkt een beetje rond. Zoekt een bad op, naam, zichzelf, wat familie. Maar vrienden, ik ook nog tegen. Wel ze even op. Hé, hey, kijk dat? Ja, dat is echt wel leuk. En wij kennen Nederland. Ja, die zat dus ook niet. Later een rechtbankverslag stond die naam die kennen Nederland. Dus het gaat op slag op waar je gehaald. Van zo'n dingen dus. En naar zijn zetten was dat het. Maar op het ziekenhuis niet. Want dat werd naar het volgende moment. 15, 6 oktober werd de server weer gestopt. En toen werd die 7,5 gigabyte gedaan. En dat bleek nog meer. Namelijk dat eerst via VPN, via Zweden, werd ingerold op die FTP-server. Nou, gebeurde van alles, maar hij kwam er niet in. Een paar keer proberen, nou, pam, lukt het niet. Nee, een IP-adres. En vanaf daar werd die Unibank.exe geïnstalleerd. Ik kon naar dus die server. Dus ze hadden een IP-adres. Nou, dat hebben ze mij even achter de hand gehouden. En toen ging hij een andere VPN, ook weer video spelen, die zei van gigabyte. Dat zei, hoe moet die nou? Het is wel een beste daad, ze hebben natuurlijk meteen alle patiënten geïnformeerd. Ik weet niet, ze hebben zandgrenzen, ze gebeld, persgehoord gestaan, pagina geopend, dit en dat gebeurd. Ik ben er meer over geschreven. Bon kwam ook in de media van, ja, het ziekenhuis pakt het goed op, hè, ze kennen schuld. Dat was op 12 oktober. Wat hij nog niet wist, is dat het 10 oktober gaat, moest hij weer aangezet. Zij doen nog een beetje over, ja, het is eigenlijk onze schuld, hè, dat hij achter de droog laten staan. Maar ja, er is ontzettend veel data gegeven. SEC, OM, politie zei ook tegen, ja, u maar aangeven, dat kunnen we moeilijk doen. En dat is ook gebeurd. En inderdaad, ja, dat de BLS Spaans zijn moeilijk. En ze wisten inderdaad ook dat die jongen was het nog een. Tot op een Amsterdam, met een vriend met een stukje software in elkaar, knutselen, de mat doorgaan, komen, ik ken dat wel. Twee mensen die hebben op het spit, ja, we hebben op die markt een paar binnengedemmen, getrokken op die stola en tegen grond gedrukt. Naar een locatie gebracht, 3 dagen in het verhoor gezeten. En toen doe ik even aan de eisen ondertussen op computers in het slag. Nou, mega dat ik nu kan kunnen volgen. Kamerdebat, hoe kan dat nou? Ik vind het ziekenhuis als een fout en dan wordt die hacker opgepakt. Op zo'n grove manier. Kan toch niet? En op dat moment was het NCC met deze richtlijn opgepakt. Op dat moment wilde ook net de zaak nul. Maar niet zo goed voor ethische hackers. Totdat de politie dus de computer overmaakte. En vond dat er gewoon in stond. Ze hadden dus een slinkse manier van de brute-forcing van het wachtwoord gedaan. Kom erin. En de digitale regisseur die door de computer kijkt, ja, er staat niet zoveel, het ziet er handig zijn dat er meer data is. Toen gokte die, en was wel echt normaal, wat gebeurde hier achter die kleur. Weet je wat, ik typte iets achter dat wachtwoord. Ja, het kwam dus inderdaad niet terug. Oh, dan doe ik die foto niet meer. Hebben we nog wat te reden? Het schijnt
En hoe die wedstrijd uiteindelijk gefileerd is, is toch heel goed geweest. Want in de rechtszaak werd voorgebracht een aantal eerlijke zaken. Over de kaart werd gezegd, je mag publiceren over kwetsbaarheden. Dat schrijft een meningsuiting, dat schrijft een nieuwsuiting, dat is goed. Want de zaak heeft rol gehad, bij de rechter toegevoegd. Hij liet zien, ik kom erin, maar A, heeft hij volgens het subsidiariteitsbeginsel gehandeld. Nou, dat betekent, kun je ook hetzelfde naar midden kijken. Nou, geen, misschien meteen naar de media, maar hoe je journalisten dingen laten zien, ja, weet je, dat had het makkelijker gekund. Derde criterium, proportionaliteit. Hè? Heb je niet te veel gedaan? Nou, de eerste zaak kon, hè, dat één keer daar de centrumchef heeft gedaan, dat heeft al later, moet je de minister aangetomen. Maar dat is volgens heel vaak gedaan, dat hebben we ook nog als journalisten zien, daar zijn we wat aan voor €750 boete. Dus het schot op deze zaak. Het is jurisprudentie, sorry. Mensen zien het allemaal echt uit, dus ik denk, nou, ik ga niet aanhouden, maar ze wisten nog wel weer wat ik doe. Dus dat werd er ook getoetst. Nou, en dat was in ieder geval een heel interessante zaak, want als oorlog werd helemaal nagegaan, dus dan werden ze inderdaad aangetoond op een kind, kon je horen van, nou, ik heb het eerste gestalte gedaan, want om aan te tonen, het is weg. En, dat is echt heel belangrijk in jurisprudentie, dat heeft de overvloed gedaan, en nou ja, onbewust. Daarvan zijn de rechten nog, want dat is compensatie. En die hebben daarmee aangetoond dat het ziekenhuis echt heel gammel is. Wat er volgens 7,5 gigabyte is gedaan, dat komt niet aangetoond. En wie dat heeft gedaan, ja, het wachtwoord stond overal, hij heeft met meerdere mensen over gesproken. En hij heeft ook een kinderporno bekend, dus waarom niet die 7,5 gigabyte? Dus misschien heeft hij dat niet gedaan, maar niet wel. Dat blijft de vraag. Kortom, deze zaak, een goede jurisprudentie. Rondom responsible disclosure. We weten dat wel, en hacker best wel ver mogen gaan. Je mag dus echt hacken om misstand aan te tonen. Nou ja, en dan wordt ook wel eens gezegd, ja, dat ziet eruit wel, dan vind ik het niet makkelijk van afvallen. De initiële staat was 4 ton, dat is dus eigenlijk van meteen van de consultants, alle reparatiekosten en wat voor dingen. Voor lange termijn 3 miljoen, om alles te vernieuwen. En ja, het was ook, een beetje een bonnetje daar. Netwerk was niet gesimuleerd. Er stond ontzettend veel binnen als extreem, dat was 2000 en de basisstelling. En ze hebben 2 jaar lang in gevecht geleden om pleegbeschermde persoonsgegevens, waar we er niet mee te maken krijgen. Mensen. Het schat mensen goede bedoelingen, maar dan zeggen ze ja, die voldoet niet aan deze wet. Nou, dan pas je dat een beetje aan, moet je opnieuw gemeten worden. En uiteindelijk kwam het erop neer dat ze naar Windows moesten om die MMI-systemen af te kopen. Ja, dat kun je als ziekenhuis doen. Uiteindelijk is er geen boete gekregen, maar wel hoog gebeurd. Nou, dat leert ons van allemaal. Dit is een extreme zaak waarbij de fout is gegaan. Hopelijk hebben we weer naar de cons, een beetje sympathie gekregen voor de helft van de hackers. Meestal gaat het goed. Heel veel wordt achter de schermen opgelost. Soms is de media nodig om even mensen wakker te schudden, maar ze helpen echt. Het zijn mensen die gewoon puur uit goede wil leuk vinden om online te krijgen. Kan ik een cross-site kan ik een SBL'tje in de TKVP-server dat soort dingen. Die melden dat ik in de schermen opgelost. SCC van Landsgenoten met de lijn naar een responsible disclosure. Wie kent deze lijn dan? Hé, ja, hartstikke man. Die heeft een responsible disclosure gelegd. Dat zijn er net op minder. Dat is nou jammer, want het is best wel goed hoor. Het is ook gratis advies en het terrein toch wel hebben. Zorg ervoor dat je een pagina hebt. Waarop staat, heb je de kwetsbaarheid gevonden, wat hebben we hier naartoe? Het mag anoniem, PVP in de ronde bij de handel. Binnen 3 dagen kijken, een reactie, beschrijf het netjes aan ons. Je krijgt een beloning als je ons de tijd geeft om de boel te dichten. Als de hackers maar beloven om niet te veel mogelijk te installeren, backdoors, of wat voor fouten te worden. En je zou het niet denken, maar je zijn er best wel uniek in zo'n buitenland. Dat de overheid dat opneemt voor die hackers. En ik denk dat bij de als je dan met buitenlanders spreekt, ja, de buurtbouwprogramma's bij grote zorgbedrijven, dat kennen ze nog, responsible disclosure. Ja, dat is best wel uniek. Zijn we in Nederland, zijn we best wel niet verder. Nou, dat wordt nu ook bijgehouden, het cybersecurity beeld. Aantal meldingen komen ook bij het CC binnen. Nou, voor de betreft dat het allemaal niet doen, alleen de betaalde infrastructuur, soms doen die dat als echt nodig is. Nou, er zijn toch een aantal meldingen, iets meer dan 100. Veel cross-site scripting, secure software layer, SQL checks is een stuk minder geworden.
Christelijk